Yo mensen van de NL Gamers. Grapje. De NL Gaming Master. Vandaag gaan we een simpel huisje bouwen. Grapje. Ja, eigenlijk wel simpel, maar ook een mooi huisje bouwen. Daarvoor hebben we nodig. Hier staat het toevallig allemaal. Het is een flat world. En we hebben dit nodig. Ja, we hebben nog wel meer nodig hoor. Maar dit pak ik allemaal vast. Stairs hebben we nodig. Gewone. Oak wood stairs. Om te beginnen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Zo. Bouw hier mooie stairs omheen. Even kijken of het zo goed zit. Ja. Eén, twee, drie, vier. Vijf naar achter bouwen. En dan doen we hier hetzelfde. Moeten jullie het eventjes helemaal dicht bouwen, maar ik doe het eventjes lekker simpel. Zo. Nou, dan gaan we hier erin. Hier gaan we een beetje, nou, om het langer te maken. Is dan vijf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12, 11, 10. Zo. Wacht, 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ja. Zo. Dan klikken we. Even kijken. Ja, hier nog een keer en dan gaan we. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 7, 6, 5. Oké, 5. Ja. Zo, en dan doen we aan deze kant doen we dat hetzelfde. 1, 2, 3, 4, 5. Dan pakken we fences. Die zetten we hier neer. Ja, mensen, er zitten ook wat andere mensjes bij hier zo in het filmpje. Ik ben gewoon een beetje aan het kutten. Even kijken hoor. Ja, nou dan, dit is dit. Wacht, hoe doe ik dat nou? Oh ja. Zo, die bouwen zo twee dicht en dan hier een glassplane op en eentje ernaast. Douwen erop. Hier twee deuren. Oh, wacht, dat moet niet. Maar joh. We doen het mooi zo. Ik vind het op zich wel mooi. Ik vind het wel zwaar hebben. Zwaar, zwaar, zwaar. Nee, dat doen we niet. Dan doen we. Hier moeten we eigenlijk. Moet die eentje om. Nee, dat wordt dan lelijk. Wacht, we doen het gewoon zo.
ik en hier maken we dan een soort terrasje van. Ja. Even redstone. Nee, wacht. Ja, dan moet je eigenlijk even. Moet je zelf weten wat je hier neerzet. Dan maken we gewoon de andere kant maken we hetzelfde. Pom pom. Pom. Zo, moeten we deze. Oh nee, wacht, daar komt ook dit. Nee, daar komt dit. Of niet? Heel, zo, nou dan hebben we hier het. Dat is ook een terrasje. Je moet maar even zelf weten wat je ermee doet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, deze kant is eentje te lang. Zo gaan mensen. Zo. Echt, het is gefixt. Hier het begin van ons huisje. Dan gaan we aan de zijkant eventjes eentje weghalen. Zo, mooi bankje. Pak weer eens een slasje. Sign. Ga je komen kijken, gamerzoontje, hè? Ja, tuurlijk. Oké, nou hier kun je dus mooi zitten. Dat is eigenlijk helemaal niet cool. Zo, pak weer eens een nether rack. Iron bars moeten we hebben. Kijk, dan plaatsen we hier zo dit. Oh. Dan denken jullie natuurlijk, het is Vissa. Dan pak je. Ja, net wat je wil. Bijvoorbeeld deze hoed. Nee, dat is niet mooi. We moeten dat toch gewoon echt dit neerzetten. Twee hoog en daarna. Ik vind het echt kut werken, man. Die dingen. Hier nog eens iets omhoog bouwen. Zo, en dan gaan we deze weer. Die wou ook nog eventjes op. Want zover ik weet, vliegt je huis nu niet in de fik. Omdat je huis natuurlijk van hout is. Ik heb ook voor hout gekozen omdat dat gewoon het makkelijkste is om te krijgen eigenlijk. Zo is het leuk en lekker warm in huis. Oké, dan moeten we eventjes. Ja, voor de rest moet de inrichting moet je maar zelf bepalen. Dat is compleet voor jezelf. Oké, dat moet ik gewoon eventjes zeggen. Dan pakken we. Flint en steel. Oh, ik heb het al gedaan. Oké, als de huis in de fik vliegt, dan heeft hij problemen. Nou, dan zetten we hier gewoon. Een simpel dak op. Zo heb je eigenlijk een simpel, maar toch wel mooi huis. Zet hier je bedden neer en maak hier nog een kelder. Weet ik veel wat je wil. Doe het gewoon. Ja, dan heb je dus een mooi gezellig huisje dat nu in de fik gaat vliegen. Om het verneukt te hebben. Tot de
volgende keer. Doei!